I can't even roll in peace. Why? Everybody notice me. Yeah. I can't even go to sleep. Why? I'm rolling on the beam. Yeah. Hey guys, it's the Red Flannel of the Health. Mijn zorg laat niet cringe bellen, anders is Jonathan boos op mij. Vandaag ga ik gaan skiën in Oostenrijk, samen met mijn vriendin. Het is nu ondertussen al 3:30 's ochtends en we zitten al voorbij Brussel. Met nog maar 9 uur of zo rijden. Een toordoen van Jasmin. Ja, dus wij moeten nog fucking, hoe lang? Nog 8,5 uur rijden. En we zijn al een uur onderweg. See you later. Welcome to Germany. Daarnet waren wij fucking 180 aan het rijden. Echt waar. 180 km per uur. Wat was dat niet zo? Sorry, ik was aan het douchen. Welkom. Dit is onze kamer dat we hebben gevonden. House tour, baby. This is the bathroom. This is where I sleep. This is where someone else sleeps. This is where the dog sleeps. The dog. This is what I like to call the Ardennen. Check waar de fuck ik ben. Ik ben gewoon in een fucking lift in het midden van Oostenrijk. Ik heb een probleem. De stok, dat is zo'n ding eraan, hè. Een ander heeft dat niet. En normaal gezien hangt er zo'n ding aan de stok, zodat mijn camera op mijn stok kan zetten en dan kan ik dat een beetje filmen. Maar dat ding is ook weg. Ik ben daar net gevallen, omdat het fucking dik was. En ineens was die ding weg, dus ik ben dat nu kwijt. Dus ik ga nu terug naar die plaats en ik hoop dat ik het kan vinden, want ja. Ik ben nu ongeveer bij de plaats waar ik ben gevallen. Ergens hier zit gewoon die fucking zwarte stuk van mijn stok. Ik ga dat nooit meer vinden. Ik ben dat kwijt. I just gotta accept it, man. Letterlijk in mijn fucking tweede piste van heel de fucking reizen. Ben ik dat gewoon kwijt. Look, it's a man of the hour. Toast to the gods, pot dog, peace showers. Gold medals on my team. These chains like trophies, look at how they gleam. Look around in my circle, I see fiends for their dreams. They will bleed, so alive need be. We laid down the blueprint. We did our part, it's up to you if you use it. Ik ben hier op de top van een berg. Waar ik naar jou dan ben. Misschien had hij oppakken. Ah, look who's here. Hello. En hoe is het met jou? Ja, goed. Ik ben moe. Wat vind je van deze cameo in mijn vlog? Right, well, ik ga je laten, ik ga doorskiën. We zijn de tweede dag, de tweede skidag eigenlijk. Ik heb gisteren veel geskiet. Het weer trekt echt op niets. Moet je kijken, je ziet bijna niets in de verte. Maar hopelijk gaat het wat beter worden tegen het einde van de week. En dan ga ik wat meer beelden maken van de pistes. Dus I got a big problem, man. Gisteren waren mijn botten blijkbaar... Er was een probleem met mijn botten of zo, ze waren te groot, I don't know. Ik had heel veel zitten skiën, maar ja. Tegen de avond had ik zo'n beetje zeer in mijn been. Maar het doet fucking veel pijn. Maar echt heel veel pijn. Dus ik heb vanochtend nieuwe botten gehaald. Kleiner, en dat helpt wel. Ik heb geprobeerd voor het skiën vandaag, het ging echt niet. Ik dacht van ja, als ik het nu forceer, gaat het gewoon niet beter worden. Dan ga ik gewoon heel de week last van hem. Dus ik dacht, misschien een beetje afrusten en misschien morgen hopelijk, of overmorgen, dat het wel beter is dat ik dat wel kan skiën. Ik ben hier nu, beneden. Jasmin is nog in de bergen. Ze is nog haar les aan het volgen en ik ga haar nu gaan ophalen. Met de auto. Maar, we got another problem. Mijn auto zit een beetje onder de sneeuw. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Of ik ga vragen voor een schop of zo. Ik heb een schop. En nu moet ik erin. Ik heb een verschil gemaakt. Ik ga nu zien of ik eruit kan rijden. Ik krijg de deur bijna niet open. Het lukt niet. Wauw, joh, dat is zo gelukt. Ik ben aangekomen bij de skilift. Ik ben nu onderweg naar boven. Check hoe groot dat die skilift is, jong. Dus ja, ik ben nu onderweg naar Jasmin. Ik ga haar oppakken. Het is een goed moment om te praten over de sponsor van deze video. Deze video werd gesponsord door lucht. Je hebt lucht nodig om te ademen. Dus krijg veel lucht, anders ga je dood. Ah, ik moet dus mijn vriendin zoeken. Die is hier ergens in de buurt. Hoop ik. Daar is ze, hè, mijn vriendin. Hey, sexy lady. I don't want no trouble. Ah, het is de voorlaatste dag. En wij gaan skiën.
De vorige keer was onze auto onder de sneeuw. Now we got a different problem. Het is allemaal onder de ijs, de ruiten. Dus ik zie geen kloten. Werken haaien. Said I was done, I'm back at it again. Back in the car, we spinning the bin. Slide on your man, I'ma shoot at your friend. Knock him down and then we do it again. Glock automatic, I change the pen. Pull a hijack and we change the van. Don't give a fuck, which lane you in. Nuck if you buck, not the brand, out your skin. Tell him get low like we doing limbo. Cause I'm stepping for show, you get hit in your toe. Never aiming at your motherfucking toe. That's where the tag going, now up to go. Asking my bro. Nu ga ik de stijlste piste doen. De harakiri, 78% stijlheid. Dat is echt een domme idee. Dit is de steilste zwarte piste van heel Oostenrijk. Here we go! 1 minute later. Het is het einde van de dag. Ik ben zwaar gevallen. Daarnet had je waarschijnlijk wat beelden gezien van ik die op de steilste piste van heel Oostenrijk in één keer fuck, rechtdoor naar beneden ben gaan. Oh, ik heb dat nog een paar keer gedaan. De laatste keer was ik gevallen op het einde. Check dat. Oh, het is ook zo dik. Ook zo'n hele wonde. Mijn super dure skias. Is er ook kapot van? Moet ik heen? Zitten er gaten in en al die dingen komen eruit. Check wat een kleine kotje dat we hier zitten. Voilà, dan noemt hij de egg al, maar ja, dat ding lijkt echt op een egg. Dus dat zijn mijn sexy nieuwe skibotten. Fucking 600 euro. Doe normaal, jong. En ik heb duct tape op mijn jas gezet. Boy, I ain't going back and forth with you. You see one part, I see the whole picture. I ain't going back and forth with you. Develop my set sound over backwards and liquor. I ain't going back and forth with you. Dat was mijn laatste piste van deze reis. Ja, dit is de outro. Abonneer op de webfunnel. Ja, als je ons goed vindt, deel ons alsjeblieft. Want wij worden eigenlijk niet zoveel gedeeld of zo. Niet veel mensen zien onze shit, wat dat heel jammer is. Dus see you next week, see you next month. Who knows? I know, but you don't. Het hangt de druppel aan je kin. Dat is de druppel, hé, maat!